Hallo dames en heren, welkom bij Anderlecht tegen Lierse. Een interessant duel vandaag. Daar gaat Anderlecht met Aschampong Mitrovic. Mitrovic lange steekpas naar Aschampong, die met de hoge voorzet en dan gaat hij de mist in. Wat een ongelooflijk klungelijke actie. Suarez dan, hupsa. Dan praat. Het is ongelooflijk dat die bal er niet in gaat op de paal en dan van de lijn gered. Ongelooflijk dat die bal er niet in gaat. Kijk maar in de herhaling. Het is ongelooflijk. Dan de uitgooi. Suarez met de lange voorzet, hupsa, maar daarnaast. Dan gaat Mitrovic weer al aan de bal. Mitrovic legt af, goede kans en dan weer al er niet in. Het is 0-0 na 13 minuten en het blijft ook zo. Captain Villa gaat dan eens proberen. Captain Villa gaat naar voren. Captain Villa met de voorzet en dan een enorme grote kans voor Lierse met Hupsa ernaast. En zo blijft het 0-0. Dan is Rusland dus nog altijd 0-0 en we brengen een wissel in. We brengen namelijk Nadjar in. Zo ga je het niet duidelijk zien. Nadjar in de plaats van Cabasele. En dat begint. Maar dit is wel een duidelijke penalty, dacht ik. Maar we krijgen hem toch niet. Dan Keita. Keita met een lange steekpas naar Wiels. Alleen voor goal. Hupsa. En dan gelukkig maar net naast. Vondes. En dan nog een actie. Maar die zat ernaast gelukkig. Geen goal. Dan gaat Mitrovic. Mitrovic. Die schiet. En de doelman redt hem. Maar Anderlecht probeerde en probeerde hier maar op de paal. En dan praat. Schiet nog eens van ver. Maar de doelman bleef. Maar redding. Dus het is ongelooflijk dat er nog niet gescoord is in deze match. Lierse gaat dan naar voren, hupsa, de verdediging trekt op geen kloten. Lierse schiet, maar er is duidelijke vergissing. 0-0 nog altijd, dan in de toevoerde tijd Anderlecht. Lange pas de voer, maar die bal komt niet aan. Het eindigt in 0-0. Anderlecht, Lierse, en in de stand staan we nog altijd 6 en met 19 punten. Dat is de opstelling voor de match tegen KV Oostende. Een interessante match. KV Oostende gaat naar voren met de bal. Lang voorpest, maar daar komt nergens op uit. Oh, we zijn 11 minuten ver en een duidelijke goal. Het is 0-1 voor Anderlecht. In feite, eindelijk scoren we nog een keer. En we staan dus voor. Dan, Oostende probeert met de dreiging. Oostende maakt hem klaar, maakt hem vrij uit. Ruitings, hupsa, kapbeweging. Maar de doelman redt gelukkig maar. De voer moet die bal dan ook nog wegdoen. En die gaat dan weer in de voeten van een Oostende spelen. Maar die ziet hem er hoog over. We zijn nog een half uur ver. Mitrovic dan met de voorzet, hupsa, draait op niks uit. En dan Tielemans. Tielemans, maar die schiet hem ernaast. En wat een shot is dat. Kijk, het scheelt maar een haar of je zat erin. 0-1 is de ruststand. En 45 minuten, dan de hoekschop van Oostende. Maar droger. Anderlecht met Syriac. Syriac met de kapbeweging. Syriac loopt snel en gaat door de verdediging. De slappe verdediging van Oostende schiet en. Goal en dan de 0-2. 0-2 is ook de eindstand van KV Oostende tegen Anderlecht. Dank u voor het kijken.